Kurt Kremer, het jaar zit er bijna op. Ik kan me voorstellen dat jij heel tevreden bent over het superdrukke 2020. Nee, eigenlijk niet. Nee? Hoe komt het? Hoe komt het? Wat was er dan minder goed aan het jaar? Tja, ik denk bij iedereen, corona zeker. Mm-hmm. Dat bij iedereen een dikke flop geweest is, 2020. Ja, hoe ben jij daarmee omgegaan met die flop eigenlijk, om het zo maar te zeggen? Wel, ik ben altijd bezig gebleven. Hè. Ik heb mijn bezigheden, ik heb mijn paard waar ik mee ga rijden en verzorgen. En ik heb eigenlijk nooit in mijn kot gezeten, ik zal het zo zeggen. Ja. Maar wel op een veilige manier buiten geweest. Ja, ik ging net vragen, heb je de maatregelen een beetje nageleefd? Ja, want mijn paard staat, we staan er met 4 en we staan 100 meter uit elkaar. Dus. 100 meter? Ja. 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 Dan is het veilig, veronderstel ik. Hè? Ja. Kurt, wat is er voor jou afgelopen jaar allemaal in het 100 gevallen? Nou, eigenlijk alle optredens, het contact met de fans, dat je enorm mist. En ik kijk er enorm naar uit dat dat in 2021 terug de goede richting zal uitgaan. Nou, jij denkt dat het in 2021 de goede richting uitgaat. Dat is al positief. Ja, laat ons hopen. Ja, want dat contact met de fans, ja, hoe belangrijk is dat voor jou? Heel belangrijk natuurlijk. Hè? Want zonder fans zijn we als artiest, staan we nergens natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Dus dat vind ik heel belangrijk, de fans. Ik heb er nog wel contact mee via Messenger en WhatsApp en weet ik veel. Maar persoonlijk contact, dat mist je wel met de mensen. Ja, en ook wat optredens gedaan, dacht ik, hè, afgelopen jaar. Online dan? Ja, een paar, maar... Daar komt dan ook weer reactie op van Facebook zelf. Onlangs, vorige week, heb ik nog eentje gedaan. En de hele optreden was van Facebook gesmeten, omdat er een liedje gezongen werd dat niet toegestaan was. En dan heb je die problemen weer. Nou ja, voor alle duidelijkheid, het had niks te maken met de tekst of zo op zich, maar wel met de copyrights natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Het is niet dat jij schoenige taal zong of zo, hè, Kurt. Hè? Nee. Maar ja, je weet natuurlijk ook niet, je zingt een liedje van een bepaalde artiest, je weet ook niet, mag het niet. Ja. Jammer dat daar zoveel onduidelijkheid over is, hè? Want op zich is het leuk, maar ja, die copyrights, ja, ook op YouTube en dergelijke, ze zijn heel streng, hè? Ja, inderdaad. Ja. Kurt, wat is de planning voor 2020? Wat hoop jij te doen volgend jaar? 2021, hopelijk terug de draad kunnen opnemen en terug tal van optredens, want er zijn er toch een honderdtal verdwenen dit jaar. Mm-hmm. Dat begint toch door te wegen op een duur, ook in de portemonnee natuurlijk. Ja. En zijn die allemaal gewoon geannuleerd of zijn die gewoon doorgeschoven naar volgend jaar? Er zijn er een aantal geannuleerd, maar er zijn er ook opgeschoven naar volgend jaar. Mm-hmm. Die zijn al een paar keren opgeschoven. Want ze denken, ja, die en datum komen in orde, het komt dan niet in orde, nog een beetje opschuiven. Ja, ze blijven mee bezig. Maar er zijn er opgeschoven, maar er zijn er ook heel veel geannuleerd. Ja. En op muzikaal vlak, heb je al iets klaar voor volgend jaar? Nog niet. Nee, nog niet. We gaan dus nog koffiedik kijken, we gaan nog even afwachten en nummer is rap opgenomen. Ja, ik weet niet. Ja. Als ik 2 keer niet zing in de studio, sta ik erop. Oh ja, oké. Dat is snel gebeurd dan, ja, inderdaad. Ja. Kurt Kremer, de feestdagen staan voor de deur. Hoe ga jij kerstmis en nieuwjaar vieren? Een groot feest gepland, veronderstel ik? Ja, fantastisch. De hele familie komt, toeters en bellen. En, nee. Met de kleine spruit en de madame. En dat zal het zijn, denk ik. Ja. Voor de rest, ja, hoe is het met die kleine spruit? Voor de rest zal het zoals nu zijn. De boodschap overbrengen via sociale media. En... Ja, maar het kan, hè. Het kan. Gelukkig kan het, want stel u voor dat... Dat dit 20, 30 jaar geleden gebeurd was, ja. Dat is een groot probleem natuurlijk. Ja. Dan was het echt aan de telefoon hangen, hè? Zonder beeld, maar wel gelukkig met klank natuurlijk. Maar ja, het is heel anders, hè. Met een dikke rekening van een RTT nog in een tijd. Ja, inderdaad, ja, ja. Maar nu zijn de rekeningen ook dik, maar in euro valt dat minder op natuurlijk. Ja. Zeg, en liggen er al pakjes onder de kerstboom? Nog niet. Ik zou niet weten voor wie. Ja, ik wou te zeggen, komen die er überhaupt dit jaar, die pakjes? Voor ons klein ventje gaan we natuurlijk die gaan we een beetje verwenderen. Ja. Hoe klein is het ventje ondertussen? Is onlangs 5 maand geworden. Mm-hmm. Dus een fantastisch kereltje. Ja. En slaapt hij al door s'nachts? Ja, al van in het begin.
Oké. Okay. Ja. Weer een winter in. Heeft hij van de papa of van de mama dan? Dat is van mij. Dat is van mij. Een brave papa. Hè? Ongelooflijk, ja. Helemaal zo gaaf. Ja. Kurt, wat mogen wij jou wensen voor het nieuwe jaar? Well, zoals dat juist zei, Peter, tal van optredens, terug contact hebben met de mensen, met de fans, want dat mis ik wel enorm. Dat mis ik wel enorm. En natuurlijk ook voor alle collega's dat alles terug mag lopen zoals het hoort te lopen. Eigenlijk, want dit is geen normale situatie. Daar gaan we allemaal een beetje down van worden. Ja. 2021 kan eigenlijk alleen maar beter worden. Ja, laat ons hopen. Laat ons hopen.